Goedemiddag. Even kort uitleggen wat ons concept is. Het is dus de bedoeling dat in de stad grote schermen worden nagebracht en dat het gewicht van alle vuilnisbakken eigenlijk gewogen wordt. En als men aan een bepaald gewicht komt, dus dat men dan de mogelijkheid krijgt om een spel te starten. Dus dat wordt dan gemeld op die grote schermen. Dus als het dan in de buurt komt, krijgen de mensen die ingeschreven zijn op die applicatie een berichtje van, u kan nu deelnemen, wilt u dit bevestigen? En als ze dat dan bevestigen, krijgen ze een bericht met je locatie waar ze naartoe moeten. En dan is het de bedoeling om zo vlug mogelijk naar die locatie te gaan. En zo kan eigenlijk iedereen, de hele stad er eigenlijk aan deelnemen. En als ze op die locatie komen, worden er opdrachten uitgedeeld die ook zo rap mogelijk moeten uitgevoerd worden. En de persoon die als eerste kan bevestigen, dus bijvoorbeeld de opdracht is om naar een bepaalde locatie te gaan en een foto te nemen. De eerste persoon die dat dan naar die applicatie dan kan terugsturen, is eigenlijk de winnaar. En zo kunnen verschillende games gespeeld worden. En eigenlijk als beloning, omdat vuilnis opgehaald wordt. En wordt dan gewogen in stand. Ja, dat is zo'n beetje het concept. Oké. Kunnen jullie het filmpje nog een keertje afspelen? Okay. Yeah.